Hoi, mijn naam is Erwin Klappen. Uh, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video die gaat over de vraag Hoe creëer je draagvlak voor werkgeluk binnen jouw organisatie? Is natuurlijk een cruciale, anders kan je niet eens aan de slag ermee. En um, het is een, een veelgehoord antwoord als ik de vraag stel uh, aan werkgelukcoaches in opleiding. Nou, dat deed ik vorige week tijdens een online uh, sessie. Uh, ik vroeg hen wat is nou je grootste uitdaging als het gaat om het bevorderen van werkgeluk in de organisatie? En een aantal keer kwam dit punt terug: van ja, hoe krijg ik het management mee? Hoe krijg ik draagvlak voor werkgeluk? Uh, nou, de afgelopen tien jaar heb ik daar veel ervaring in opgedaan. En ik vind het leuk om even een paar stappen met je door te nemen. Ja, punt één, wat ontzettend goed helpt, is inzicht te bieden in de mate van werkgeluk of de mate van werkongeluk op dit moment binnen de organisatie. Inzicht biedt uitzicht. En biedt dus ook daarmee een soort sense of urgency: van hé, hey, hiermee moeten we aan de slag binnen de organisatie. Dus probeer altijd te starten met het meten van werkgeluk. En dat kan eigenlijk al heel praktisch door gewoon gebruik te maken van de medewerkeronderzoeken. die er op dit moment waarschijnlijk in jouw organisatie al gehouden zijn. Dus kijk gewoon in zo'n medewerkeronderzoek van: hey, wat, wat zijn nou bepaalde vragen, bepaalde items die ook relateren aan werkgeluk. Nou, dan kan je zo eigenlijk je eigen rapport samenstellen om te kijken, hey, hoe, hoe staat het met ons werkgeluk op dit moment? Uiteraard kan je ook zeggen, nou we gaan juist kiezen voor een specifieke werkgelukmeting die alleen maar de belangrijkste elementen van werkgeluk meet. Dat is nog mooier. Maar uh, probeer in ieder geval inzicht te krijgen in hoe, hoe staat het met de mentale gezondheid van medewerkers op dit moment. Ik spreek ook veel organisaties die daar ook zeker nu aandacht voor hebben, omdat corona natuurlijk ook uh, ja, uh, een gelegenheid biedt om eens te weten hey, hoe staat het met onze medewerkers? We zien elkaar niet uh, elke dag meer. Dus je wil juist weten nu hoe het uh, hoe medewerkers er aan, aan toe zijn. Dus dat is stap één. Meten. Stap 2 is: probeer werkgeluk niet als iets afzonderlijks te beschouwen, maar probeer het altijd aan te haken op bepaalde strategische organisatieontwikkelingen. Um, of bijvoorbeeld op bepaalde HR-thema's die belangrijk zijn op dit moment. He, dus dat is eigenlijk stap 2. Haak, uh, ja, zoek de haakjes waar je werkelijk aan kan verbinden. En het mooiste is eigenlijk als je weet waar de voorzitter van de Raad van Bestuur wakker van ligt s'nachts. Nou, als, als je het thema werkelijk daarop kan aanhaken, ja, dan, uh, dan ben je binnen. He, dan kan je aan de slag. Nou, en het derde heeft te maken met introduceer werkgeluk nou eens laagdrempelig binnen de organisatie. He, dus laat zoveel mogelijk mensen gewoon eens proeven aan het thema werkgeluk. Nou, en dat kan natuurlijk ook nu geweldig met alle online mogelijkheden. De afgelopen weken heb ik uh, tientallen webinars gegeven voor heel veel leidinggevende of voor medewerkergroepen. He, dat uh, uh, kan natuurlijk allebei perfect. Maar het is dus goed om verschillende stakeholders in de organisatie mee te nemen in het verhaal. Dus dat kan de Raad van Bestuur zijn, dat kan het management zijn, dat kunnen teamleiders zijn, de OR of uh, HR of medewerkers. Maar introduceer laagdrempelig via een uh, webinar bijvoorbeeld uh, het thema werkgeluk om uh, ja, zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in het verhaal. En ze dus ook te laten voelen en ervaren wat werkgeluk voor hen zelf betekent. Dat is een ontzettend belangrijke, heb ik het idee. En um, um, dat ja dat zijn volgens mij de drie belangrijkste stappen om te zetten. He, dus dat begint met meten, vervolgens aanhaken op strategische organisatieontwikkelingen of op problemen waar uh, de voorzitter van de raad van bestuur wakker van ligt. En de derde stap is introduceren. He, dus laagdrempelig introduceren voor verschillende stakeholders. Het uh, in ieder geval laten voelen en ervaren wat werkelijk is, maar ook wel aangeven wat per stakeholder nou het rendement van werkgeluk is. En voor de medewerker is dat bijvoorbeeld meer plezier, meer voldoening, meer zingeving. Maar hoe hoger je in de, in de organisatie komt, ja, dan, dan, dan zijn er andere voordelen voor werkgeluk. Namelijk um, minder verzuim, meer productiviteit, meer creativiteit. Um, ook voor de lange termijn minder uh, ongewenste uitstroom van medewerkers. Hè. Dus probeer per stakeholder ook aan te geven, what's in it for them? Ik wens je heel veel succes uh, met het toepassen van deze stappen. En uh, tot de volgende keer.